Ben op die money aan het schema. Wanneer ik niet denk aan verdienen. Ben op die money aan het schema. Wanneer ik niet denk aan verdienen. Yo, Cyclo TV. Ik heb jullie gezegd dat ik er aankom, toch? Cyclo TV, jongen. Subscribe op dit channel. Subscribe op Cyclo TV. Vandaag gaan we aftrappen met Waldo tegen Eerste Keus. Twee heavy hitters. Dus dit kan sowieso niets meer of niets minder dan een classic worden. Let's go! Hard Entertainment. Hard Entertainment en shit. Je hebt sowieso die intro moet even laten afspelen voor mensen. Je weet toch, dit is misschien voor de eerste keer kijken. Fire. Yeah, hard battles, reanimatie event, sowieso. Let's go! Gino, video kwaliteit geüpgraded en zo. Power moves, SO. SO naar Gino. Aan de rechterkant, iemand die sowieso Den Haag representeert, maar voornamelijk zichzelf. Laat ze weten wie je bent, man. Muurgeld, sowieso MC van het jaar. Let's get it, let's go. Hij wilde een blouse en zo, swag geüpgraded. Iedereen zat upgraden de laatste tijd. Tweede battle bij Hard Battles, maar dat zegt sowieso nada. Deze man staat er alsof hij al een fucking veteraan is. Laat ze weten. Real talk. Eerste keus, hoi. Go, laat je horen voor Eerste Keus. Eerste Keus, hoi. Van tevoren is er besloten dat Waldo gaat beginnen, maar niet zolang de mensen achterin ook stil zijn. Yo. Shut the fuck up. Eerste ronde op Waldo. Outfit is fucked up, dat weet je. Hoe heeft jouw trui meer vlekken dan de onesie van Taser? Taser komt dat event met een koeienpak aan, dat helemaal bevlekt was. Een koe is bevlekt, weet je wel. Dus hij begint gelijk met een freestyle. Doop, doop. Kijk, dit is Eerste Keus. De slangste rapper, dat ben jij. Je rapt alsof je elk moment van de dag een hersenbloeding krijgt. Het is niet te geloven hoe vreselijk sloom je rapt. Je klinkt als Ross van Friends als ik de TV op slow motion zet. Ross van Friends? Volgens mij is die bal wel dood, maar ik weet niet wie de fuck dat is, maar let's go. Zeg nou zelf, met zo'n flow kan je tot je thuis komen, hè? Dit is de reden dat battle events altijd uitlopen. Battle events lopen altijd uit, toch? Eerste keus, trage delivery, je snapt het al. Jij de beste nieuwkomer, daar is niets van te merken. King Dalton dropte meer bars in de 10 jaar dat hij niet liep te battelen. Wie de fuck is King Dalton? Ja, Waldo gaat hem, Waldo gaat hem. De eerste ronde is fire, de eerste ronde is fire. Eerste ronde fire. Hij heeft die klassieke opa streken. Als ik hem vanochtend niet had gebeld en hem had verteld, zo van jij gaat mijn opponent wezen, was hij de mente kanker al die hele battle gewoon vergeten. Check. Als ik fucking scheid heb, dan gaat het mis en slaat per ongeluk een schedel krom. Als Waldo fucking scheid heeft, drukt hij op het knopje en wacht hij tot de verpleegster komt. Was er nog geen legaal iets echt unieks? EZE wist wel dat AIDS bestond, maar had het fucking besef nog niet. Brain Power zit op de basisschool. Extince maakte pas net muziek. En Def P zat in tram 5 met mijn kapsel en een paar kop van Hennessy. Shots fired, Hennessy. Shots fired. Echt heel triest. Sterker nog, als Waldo hiphop is, is hiphop een slaap bij de Albert Heijn en ben ik Tristan van de Flits uit fucking Alphen aan de Rijn. Woe! Heb ik een geladen magazijn, dan speel ik Call of Duty en drop ik digitale gunshots. Heb jij een geladen magazijn, zegt je baas door, werk jij met je fysicale kutkop. Maar niggas, hé. Fire, kijk, dit is de, dit is motherfucking niveau wat we willen zien, ja. Yes! Zolang je slecht blijft eten,
pause. Setjokes regenen. Je stijl werd averechts. Ik gebruik je eigen setups tegen je. Je bent vatsig nu. Je bent vatsig. Ai, ai, ai. Shit gaat hè? Soms verkracht ik mijn vriendin. Of gewoon die sloerie van de trap. Dan krijgt ze klappen op de kin voor de hoerige gedrag. Maar als ik er vanavond niet sla en ik kan begroeten met een lach, is dat omdat ik vandaag al een andere kale poesie heb verkracht. Waldo! Tattoo! Je zat met zuidenstorm in de droomvlucht. Daar bloeide de liefde in hem op. Vervolgens met Killer Krop in de Python. En toen met zijn Python in Killer Krop. Yes! Lekker voor je Killer Krop, lekker voor je! Dus hij zegt net wat over de Efteling. Eerste keus zegt dat Baldo naar de Efteling ging met zijn vrienden. Hij zegt over eerste keus van jij was daar en je hebt mijn papier gevraagd. Dus je weet toch, ollebolle Gijs papier hier omdat... Kijk, weet je wat het is? Ik wil niet doen alsof mensen dom zijn. Maar van de... Hoeveel mensen zullen dit bekijken? 500 mensen zijn er sowieso 10 die het niet begrijpen. Je weet het, dus voor die 10 doe ik dit. Snap je? Ai. Maar ik kijk naar je haar en het wordt me gewoon te veel. Jij hebt geen paardenstaart, jij hebt een My Little Ponytail. Daar krijg je toch geen wijven mee? Chicks zeggen, gadverdamme. Nee, natuurlijk zijn er vrouwen die op lang haar vallen. Lesbien. Ja, dus. Doof. Maar hij woont in Purmerend. Dit is geen echte Amsterdammer. Dat Amsterdamse accent is erin gepompt omdat hij verwekt is op de Wallen. Nu praat je alsof je opgegroeid bent in de Amsterdamse Breestraat. Jij hebt zo'n Joden accent, het is net of je Hebreeuws praat. Doctor! Ik maak je bed omdat je dood in een lijk is. Shit. Ik maak die lul een kopje kleiner als een Joodse besnijdenis. Of zoals ik mijn laatste lijk had. Zelfs als ik mijn laatste line opvoer, kan ik deze battle... Doof, master, master. En zat daar één? Kijk, nu komt eigenlijk de ronde. Kijk, de battle is tot nu toe... Het is debatable, ze komen allebei ziek. Dus dit is eigenlijk de ronde waarbij iemand hem over de streep kan trekken. Je weet toch, maar het is sowieso al een classic. Fire! ...en alleen. Dus nu is Waldo het sukkeltje van Tattoo Weet je nog, toen je net verliefd op de web, skipte ze jou en ging ze met een van je beste vrienden naar bed. Ah, en het gaat me er niet eens om hoe diep ik je kwets. Ik wil je alleen maar laten weten wat voor vrienden je hebt. Oh, ze geeft hem nog een box. Ze geeft hem een box nog. Dat jij deze laatste scheme best wel dood vond. Want ik ben gewoon jaloers op jou. Ik wil ook een Waldo als schotel. En over huisdieren gesproken. Waldo's kat is laatst overleden. Ah, ja. Eigenlijk heeft Waldo... Rest in peace. ...de dood. Waldo, nu spreekt je overleden kat. Miauw. Waarom heb je me niet naar de Chinees gebracht? Miauw. Ik ben doodgegaan, omdat je me dat eten gaf wat ik eigenlijk niet wou. Dus het komt niet door het spuitje van de dierenarts. Maar eigenlijk doe jou. En nu is het poesje dood. Hoofdstuk afgesloten. Nou ja, kun je in ieder geval je kattenbak verkopen. Shit. On some real shit. Gek.
gekke classic, sowieso allebei. Shout-out naar Eerste Keus en shout-out naar Baldo. Gewoon een classic neergezet, man. Deze battle is sowieso debatable. Eerste Keus fans gaan zeggen dat hij heeft gewonnen. Baldo fans gaan zeggen dat Baldo heeft gewonnen. Persoonlijk vond ik de eerste ronde debatable. Ze kwamen allebei met fire shit. Allebei heavy. Tweede ronde ging Baldo niet zo hem als in zijn eerste. Keus bleef hem gaan. En de tweede ronde. Ik wil geen winnaar kiezen, maar de tweede ronde ligt voor Keus. Derde ronde, Waldo. Dus je weet toch, het komt aan op die eerste. Ben op die money aan het schemen. Wanneer ik niet denk aan verdienen. Ben op die money aan het schemen. Wanneer ik niet denk aan verdienen.